think when they call me because she looks so fine that I really wanna make it mine. She looks so fine that I really wanna make it mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do you, honey? Gonna be my girl. So 1, 2, 3, take my hand and come to me because she looks so fine that I really wanna make it mine. She looks so fine that I really wanna make it mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Be my girl. Kato, hoe was het voor jou? Jij had gewoon een dikke solo. Ik vond het heel leuk. Super cool. Jullie mogen lekker naar het interview bij Jens en Heike. Dan gaat het volgende groepje alvast klaarstaan. Geef ze nog een groot applaus. Dit waren Jurre, Fenne, Sebas, Noah, Kato en Iswee. En Fabienne, hoe is de sfeer in de publiek daar? Hoe is de sfeer? Zaal, laat je horen! Ik denk best wel goed. Nou, en van jullie, Jens? Klonk gisteren ook wel beter. Oh, klonk gisteren beter. Dan doen we het nog een keer opnieuw. Ja, laat je horen! Beter? Dat was veel beter. Ja, dat dacht ik al. Hoe is het bij jullie? Hoe is het in het muzieklokaal? Ja, ze zijn hier nou aangekomen. Oké, dan stel ze maar zo vragen. Hoe is het nou om voor zo'n groot publiek te staan? Ja, ik vind dat heel leuk. Ik denk de rest ook. Ja, zegt heel gaaf. Voor herhaling van praten. Ja, hoe vaak zou je het nog willen doen dan? Nou, zo vaak als kan, denk ik wel. Ik bedoel, sowieso word je er alleen maar beter van. Ik denk dat je er ook alleen maar meer van kan genieten. En spelen jullie naast rock ook nog andere genres? Hebben we nu nog niet geprobeerd. Want het is de eerste keer dat wij in deze samenstelling optreden. Maar ik vast wel leuk. En zijn er dan andere nummers of artiesten die jullie nog willen spelen? Ik heb niet een specifieke artiest, maar misschien de rest wel. Ja, de band wil gezamenlijk eigenlijk wel Lovejoy spelen. Is geen Taylor Swift? Kijken. Nou, pak een snoepje als jullie willen en laten we doorgaan naar het volgende nummer. Ja, ze staan klaar. Evelien, jij zat vorig jaar ook in de Hall of Fame met de stage, nu bij het OVP. Wat gaan jullie vandaag spelen?
Dagger 4 van Volbeat. Van Volbeat, oké. Okay. En hebben jullie dat zelf gekozen? Nou, eigenlijk Brit heeft dat gekozen. Brit. Men vraagt om een toelichting van dit nummer. Hoe ben je hierbij gekomen? ik ben gewoon Volbeat fan. Dat is eigenlijk het ding eigenlijk. Ja. Oké, okay, en het is ook denk ik wel een beetje lekker om te drummen, toch? Ja, een keer wel uitdaging is ook niet verkeerd. Nou, ik ben super benieuwd. En Eva, op de elektrische gitaar. Ik heb gehoord, Eva, dat jouw gitaardocent in de zaal zit, toch? Ja, ik zie hem nu even niet zitten, maar allemaal even een groot applaus voor Johan. En is het dan extra spannend om nou op te treden als hij zo voor je neus zit? Oh nee, dat ben ik wel gewend hoor. Oké, okay, nou, dan gaan wij lekker van jullie genieten. Wacht, meneer Tielemans, jij staat hier ook weer op het podium. En ik weet dat jij ook een eigen band hebt. En het zou niet eerlijk zijn als meneer Van der Vijfeijken wel zelf promotie mag doen en jij niet. Dus vertel eens maar over die band van jou. Ja, dat is een bandje, maken muziek. En 8 maart spelen wij in de Elstom in Reuzel. Mocht je zin hebben, kijken ze eigenlijk samen met Pyro en New Dawn. En muziek maken is gewoon leuk, muziek verbindt, dus kom lekker meeluisteren. Lijkt me een goed plan. Okido, we gaan nu lekker van jullie genieten. En ik zou zeggen, geef ze een groot applaus, want dit zijn Amber, Brit, Evelien, Merel, Eva en meneer Tielemans met Down 4.